Hallo, ik ben Jeroen Gijs. In dit webinar ga ik in op het thema Urban Mining, het hergebruiken en recycleren van bouw- en sloopafval. U ziet dat dit onderdeel is van een grotere reeks van webinars die we hebben gemaakt rond de circulaire economie in de bouw. Wij zien eigenlijk drie grote thema's binnen de circulaire economie in de bouw. Is enerzijds zorgen dat de gebouwen die we vandaag bouwen en renoveren aanpassingsgericht zijn en veranderingen en flexibiliteit toelaten. Anderzijds het urban mining verhaal waar ik het vandaag ga over hebben, waarbij dat we de bestaande gebouwen voorhoud beschouwen als een bron van materialen die we willen behouden en als we ze gaan slopen en afbreken, opnieuw in de kringloop willen brengen op een zo goed mogelijke manier. En de derde pijler is business modellen. Hoe gaan we met heel dit verhaal geld verdienen? Laat ons. Dus urban mining beschouwt eigenlijk afval niet als afval, maar als een grondstof voor een volgend proces. En dus ook de stad of de hele regio als een mijn van materialen waar we kunnen uitputten voor onze toekomstige projecten. Dus gebouwen zijn niet langer een bron van afval, maar een soort opslagplaatsen van materialen. Die materialen kunnen we dan ofwel zorgen dat we die geen afval worden, ofwel gaan hergebruiken, gaan recycleren, de energie er gaan terug uitwinnen en alle limiet gaan verbranden of gaan storten. De wellicht bekende ladder van Lansing. Als we naar bouw- en sloopafval kijken, dan zien we dat in die sloopfase heel veel steenachtig materiaal ontstaat. Eigenlijk recycleren we dat al heel lang in Vlaanderen, maar we zien meer en meer aandacht voor de andere stromen, dus meer en meer zien we ook isolatiematerialen vrijkomen, maar ook PVC, gipskarton, andere kunststoffen, glas, waar we ook meer en meer gaan zoeken naar goede recyclagekanalen. En een andere tendens die we zien in de sloopsector is meer aandacht voor hergebruik. Kunnen we componenten niet als dusdanig uit gebouwen halen en opnieuw gaan inzetten? Anderzijds ook op bouwvlak, dus in de bouwwerven zien we verschillende innovaties om met afval om te gaan, waar we in dit webinar een stukje gaan op ingaan. Gevaarlijk afval, bijvoorbeeld asbest, daar gaan we in dit webinar niet op in, maar het spreekt voor zich dat daar ook een blijvend aandachtspunt is. Eerst en vooral hergebruik van materialen. We staan er misschien niet altijd bij stil, maar er zijn heel wat materialen die een zeker potentieel hebben om opnieuw te gaan gebruiken. Dat zijn vaak de gekende antieke of rustieke materialen: dakpannen, bakstenen, parket, tegels, bepaalde schrijnwerkelementen. Maar meer en meer ook wat meer de technische materialen en wat recentere materialen. Verlichtingsarmaturen, radiatoren, staalstructuren, sanitaire toestellen, tot en met zelfs eigenlijk technische vloeren en verhoogde vloersystemen, tapijttegels en isolatiematerialen. Dus voor al die materialen bestaat op de een of andere manier een hergebruikkanaal. Nu bij dat hergebruik zijn nog wel een aantal praktische uitdagingen, waar we de laatste jaren ook binnen WTCB hebben getracht om een aantal antwoorden op te bieden. Misschien eerst en vooral, waarom zou je materialen gaan hergebruiken? Het spreekt misschien een beetje voor zich, maar het is logisch dat je dan minder materialen moet gaan ontginnen, dat er minder afval wordt geproduceerd. Hergebruik zorgt ook voor minder waardeverlies. Alleen een baksteen of een betonnen element heeft op zich meer waarde dan het puin dat je daarmee zou kunnen maken. Hergebruik zorgt ook voor een lagere milieu-impact, doordat je geen nieuwe materialen moet gaan produceren. Hangt een beetje af van de omstandigheden, maar in grote lijnen klopt dat wel. En heeft ook een beetje een impact op de economie. Je gaat meer lokale mensen te werk stellen en ook meer lokale actoren betrekken. En dan een laatste aspect kan zijn het behoud van culturele, socioculturele waarden van die elementen die je gaat hergebruiken. Een van de uitdagingen is uiteraard dat je in een te slopen gebouw herkent welke materialen een potentieel voor hergebruik hebben. En daarom hebben we eigenlijk het laatste jaar gewerkt aan een handleiding, een praktische gids, om zo'n inventaris voor hergebruik op te maken. Dat is in alle geval het eerste wat je nodig hebt om tot hergebruik te kunnen komen, is zorgen dat zo vroeg mogelijk in het proces een lijst wordt opgemaakt van
potentieel herbruikbare materialen. Dus hoe ga je die herkennen? Ofwel naar analogie, naar het herkennen van materialen die courant hergebruikt worden. Daarvoor kan je terecht bijvoorbeeld op opalis.be. Ik heb ook op de vorige slide een aantal materialen laten zien die een hergebruikpotentieel hebben. Of je kan eerder gaan kijken naar een aantal criteria die je beslissing potentieel ja of nee beïnvloeden. Zijn de materialen demonteerbaar en hanteerbaar? Zijn ze nog in goede staat? Is er een voldoende grote hoeveelheid om ook in een nieuw project te kunnen gaan gebruiken? Hebben ze een hoge waarde, hetzij historisch, cultureel of zelfs esthetisch? Wat is het alternatief voor in nieuw producten en welke milieu-impact spaar ik uit? Hebben ze een hoge economische waarde? En misschien ook belangrijk, kan ik de logistiek realiseren? Dus kan ik de elementen op een bepaalde manier toch uit dat bestaande gebouw halen? Aan de andere kant heb je dan uiteraard de negatieve indicatoren. Producten met gevaarlijke stoffen in, of die bepaalde gezondheidsrisico's inhouden, zijn geen goed idee om te gaan hergebruiken. Materialen die nu al in slechte staat zijn of echt verweerd zijn, hebben weinig waarde. Er zijn heel veel producten uit de mode, dus waar het geen zin heeft om ze eruit te halen, aangezien wellicht niemand ze opnieuw zal willen gebruiken. En uiteraard heb je ook de concurrentie of de vergelijking met nieuwe materialen. Als die goedkoper zijn of bijvoorbeeld ook performanter, is het niet zo evident om je materialen te gaan hergebruiken. Denk maar aan schrijnwerk, waarbij je de laatste jaren toch een serieuze evolutie gezien hebt naar UF-waarden en UG-waarden. Oud schrijnwerk zal daar niet zo makkelijk kunnen aan voldoen in bijvoorbeeld een EPB-context. Zo'n inventaris is vooral belangrijk omdat de informatie die men nodig heeft om te gaan hergebruiken goed gestructureerd wordt. Eigenlijk zijn er daar twee niveaus in. Enerzijds een basislijst van materialen met een stukje beschrijving naar hoeveelheden, afmetingen, massa, waar bevinden ze zich, in welke toestand bevinden ze zich en eventueel enkele extra opmerkingen. En dan, laat ons zeggen, verdiepende fiches die bijna op materiaalpaspoorten lijken, waar je extra zaken kan gaan toevoegen die kunnen helpen om een handelaar, een architect, een aannemer mee te overtuigen om die materialen opnieuw te gaan inzetten. Een tweede luik bij die hergebruikte materialen is uiteraard dat die technisch performant moeten zijn. Ons uitgangspunt is daar, maar ja, eigenlijk moeten die aan dezelfde eisen nog even performant zijn als nieuwe materialen. Dus die moeten voor een bepaalde toepassing voldoen aan een aantal criteria en eisen. En eigenlijk hebben we daarvoor een werkkader uitgewerkt binnen WTCB. Dat vertrekt van voor welke toepassing wil ik het gaan gebruiken, welke eisen zijn er aan die toepassing gekoppeld. En anderzijds van welke materialen heb ik in dit gebouw of heb ik in stok. Wat weet ik daarvan naar historiek, naar toestand, naar technische informatie? En op basis van de confrontatie van die twee kan je eigenlijk gaan bepalen voor welke eigenschap moet ik op welke manier die eigenschap gaan verifiëren. Dat kan zijn heel direct. Ik kan visueel vaststellen dat het een bepaalde kleur heeft. Dat kan zijn indirect. Ik weet dat het een isolatiepaneel is van een bepaald materiaal met een dikte van bijvoorbeeld 6 centimeter, dus daar kan ik een isolatiewaarde uit afleiden. Of het kan zijn dat er toch testen nodig zijn om de prestaties te gaan verifiëren. We hebben dan ook een aantal andere aspecten die kunnen meespelen, bijvoorbeeld het metier. Als je de competentie hebt om de slechte elementen bij het demontageproces eruit te halen en enkel de goede elementen over te houden, kan dan een rol spelen in het vertrouwen in dat product. En voor sommige elementen is het misschien interessanter om niet element per element te gaan testen vooraf, maar om ze toe te passen en dan te gaan evalueren of het effectief voldoet aan de prestaties. Dat vergt uiteraard wel wat afspraak tussen de verschillende partijen. Dat vergt een aantal zaken die uitgeklaard moeten worden, die ik niet helemaal in dit webinar kan uit de doeken doen. Dus daarom verwijs ik graag naar het WTCB-artikel, waarvan dat u hier de link vindt, dat we begin dit jaar hebben geschreven over deze thematiek. Het tweede luik waar ik het wou over hebben is eigenlijk bouwwerven en recyclage. Dus we hebben via een paar onderzoeksprojecten in Brussel een aantal innovatieve
technologieën of oplossingen uitgezocht. Wat hebben we daar eigenlijk in grote lijnen uitgeleerd? Een goede voorbereiding is het halve werk. Als je op voorhand inschat welke afvaltypes zullen ontstaan, hoeveel afval er zal ontstaan, kan je eigenlijk al automatisch een goed proces op de werf installeren om die afvalstromen te gaan verwerken. We hebben heel veel bijgeleerd uit monitoring, door gewoon bij te houden welke containers er op de werf ontstonden en hoe die uiteindelijk afgerekend werden door het containerbedrijf. We hebben gezien dat heel veel containers gedeclasseerd raken, dus dat wil zeggen dat er bepaalde materialen in zaten uiteindelijk die er niet hoorden in te zitten, waardoor dat bijvoorbeeld een steenachtige container is gedeclasseerd tot een gemengde container of een gemengde container is gedeclasseerd tot gevaarlijk afval, wat uiteraard ook financiële gevolgen heeft voor de aannemer. En we hebben ook gemerkt dat heel veel containers eigenlijk niet zo goed gevuld zijn, dus dat er in verhouding tussen het volume van de container en het gewicht dat erin zit, eigenlijk heel veel lucht in zat. En aangezien dat je per container betaalt in een aantal gevallen, is dat niet interessant voor de aannemer. En is het des te interessanter om die containers zo goed mogelijk te vullen. We hebben ook wat andere innovaties getest. Bijvoorbeeld het inzetten van iemand die echt zich bezighoudt met het beter vullen van die containers. Zowel in de reguliere economie als in de sociale economie. Het break-even point ligt eigenlijk niet zo perfect om daar meteen te zeggen van doe maar. We hebben ook gezien dat heel wat aannemers hebben getracht om nieuwe samenwerkingen of symbiose op te starten. Waarbij dat de afvalhout van bekistingen bijvoorbeeld ter beschikking gesteld wordt aan nieuwe bedrijven die daar dan bijvoorbeeld serres of meubels mee maken. En wij hebben ook gezien dat heel wat ophalers en heel wat producenten van materialen eigenlijk nieuwe initiatieven zijn opgestart om hun afvalstromen terug te krijgen, zodanig dat zij er nieuwe producten kunnen mee maken. Daarvan hebben we in deze tabel, waarvan je hier een stukje ziet, eigenlijk een overzicht gemaakt van de verschillende materiaalstromen, zowel in bouw, maar ook op sloopwerven, zodanig dat u zelf kan zien van voor welke materialen bestaat eigenlijk een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld voor dakbitumen, bijvoorbeeld voor rotswol en glaswol, bijvoorbeeld voor tapijttegels, zijn allemaal specifieke kanalen die afhankelijk van de situatie van de werf heel rendabel zijn, beperkt rendabel zijn of misschien nog niet rendabel zijn. Maar als uw klant het vraagt, kan u het tenminste wel aanbieden. Dus u kan de hele tabel via deze link terugvinden. Voilà, dat was heel kort over urban mining. Wij hebben verschillende onderzoeksprojecten en dienstverleningen lopen als u daar vragen over heeft, zowel naar innovatie toe als naar sloopprojecten, als naar toepassen van digitale tools. Dus aarzel niet om ons te contacteren en ons, wij zijn het labo duurzame en circulaire oplossingen van het WTCB en u vindt hier onze contactgegevens terug. Bedankt.